Stel uzelf voor in exact 30 seconden. Ik ben Carina van Kouter. Ik ben geboren in Merchtem, getogen in Wemmel en uiteindelijk de liefde van mijn leven gevolgd en in Oost-Vlaanderen in Herzele terechtgekomen. Ik doe aan politiek sinds 1999, ben inmiddels 10 jaar Kamerlid en heb nu de eer gekregen om de lijst in Oost-Vlaanderen voor het Vlaams parlement te trekken. Ik ga daar werken aan strafuitvoering, ruimte, leefmilieu en uiteraard aan de passie van mijn leven, sport. Waarom stapt u in de politieke strijd? Ik denk dat wij in een fantastisch land leven met heel wat fijne, leuke mensen die dag in, dag uit in de weer zijn. En voor die mensen doe ik aan politiek om hun problemen op te lossen en ook om hun, zoals we dat zeggen, een duw in de rug te geven, zodanig dat het beter wordt. Ik was ooit gedeputeerde in de provincie Oost-Vlaanderen met uiteenlopende thema's, leefmilieu, stedenbouw, sport. Dan ben ik 10 jaar federaal parlementslid geweest. Dat loopt nu bijna af, want we moeten nog één voorstel van mezelf stemmen, namelijk het uitvoeren van de korte straffen. Daar gaan we nog voor gaan de volgende week. 10 jaar ervaring met toch weer heel wat realisaties waar ik best trots op ben. En dan nu een nieuwe uitdaging. Het Vlaams parlement en een lijst mogen trekken. Lijsttrekker zijn van een liberale lijst in Oost-Vlaanderen. Dat is een hele eer. Welke quote heeft u gekozen? Gewoon doen, ja, dat is de slogan van ons sterke liberale team dat deelneemt aan de verkiezingen. Maar dat past ook bij de manier waarop ik zelf aan politiek doe en waarop ik in het leven sta. In het verleden heb ik inderdaad gewoon gedaan, de problemen aangepast en oplossingen uitgereikt. Deze legislatuur zijn 46 van mijn voorstellen aangenomen. Daarvan zijn er enkele toch wel die heel wat mensen vooruit helpen. Ik denk maar aan de hervorming van het erfrecht, de verlaging van de erfbelasting, maar daarnaast ook hele andere thema's zoals de strijd tegen terrorisme, het strafbaar stellen van voorbereidende handelingen, zodat politie en parket daadwerkelijk snel kunnen ingrijpen en aanslagen voorkomen. Dat is beter dan achteraf een dader te moeten gaan zoeken en geconfronteerd te worden met heel veel slachtoffers. Dit wouden we veranderen en dat hebben we ook gedaan. Dat zijn de dingen. Zo sta ik in het leven, zo doe ik aan politiek. Zoeken naar oplossingen. Wij politici, we kennen de problemen en de mensen kennen de problemen ook. Maar wat zij van ons verwachten, is dat we een oplossing aanreiken. Dat we voor hen een meerwaarde kunnen zijn om datgene waar zij in het leven van elke dag mee geconfronteerd worden, dat wij daar oplossingen bieden. Wie zijn uw politieke voorbeelden? Ze zijn er toch nog wel een aantal. Hè. Misschien wat ver in de tijd verwijderd, maar desalniettemin. Voor mij Lucien Herman Michielsen. Hè. U weet dat zij enorm veel werk heeft verzet wat vrouwenrechten betreft. Ook wat het legaliseren van abortus, zwangerschapsonderbreking betreft. En dat is niet zomaar gegaan. Zij heeft daar heel lang moeten op wachten, alvorens wat zij wou realiseren ook daadwerkelijk een feit werd. 15 jaar volharding om uiteindelijk te bereiken waar je voor staat. Je moet het maar doen en om die reden is zij zeker een van mijn voorbeelden. Maar ook onze eigen voorzitter, Gwendoline Rutte. Dat is gewoon een sterke, liberale madame. Het is ook een toffe vrouw. Heel standvastig en, als u het mij vraagt, heerlijk helder in de boodschap die ze brengt. Wat zijn uw politieke interesses?
Wel, die zijn heel breed. Hè. Heel breed, omdat ja, het leven van elke dag is ook heel breed. Hè. We komen allemaal met heel veel in aanraking. De voorbije tijd heb ik mij vooral bezig gehouden met justitie. Het Vlaams parlement zal iets anders zijn, maar ook daar ontdekken we dezelfde materies. Als het gaat over strafuitvoering, straffen die opgelegd worden, die uitvoeren, ja, dan kom je weer bij de Vlaamse overheid terecht, het elektronisch toezicht, het begeleiden van gevonniste personen. Ja, ook hier in het Vlaams parlement zal ik dit ontmoeten. En ik denk dat heel veel burgers van ons verwachten dat we een einde maken aan de straffeloosheid, het gevoel van straffeloosheid dat toch wel heerst bij heel veel mensen. Als iemand een misdrijf pleegt, soms met heel ernstige gevolgen voor de burgers, ja, dan verwacht men ook dat we niet alleen straffen uitspreken, maar ze ook uitvoeren. En voornamelijk voorkomen dat diegene die gestraft is opnieuw als een normaal burger in de samenleving kan komen. En hier kan de Vlaamse overheid toch wel daar is nog wat werk aan de winkel en daar wil ik mij graag voor inzetten. Maar daarnaast, werken en omgeving. Hè. We zeggen dat zo vaak. Hè. We worden geconfronteerd met cijfers die wijzen op een tekort in de overheidsbegroting. Dat is waar, dat is correct. Maar we kunnen dat oplossen mocht iedereen aan de slag gaan. Hè. Vandaag hebben we in Vlaanderen een werkzaamheidsgraad van 75%. Dat is goed. Maar mochten we daar nog 5% kunnen bijdoen en mochten we doen zoals in Nederland, ja, dan zou ons overheidstekort gewoon weg zijn. En dan zouden we meer geld, dan zouden we nog geld over hebben om, om te zorgen voor diegenen die ongelukkig zijn en ter goeder trouw. Al die verzorgenden die met hoofd, hart en handen dag in dag uit in de weer zijn voor mensen, wel, dan zouden we ook hen beter kunnen ondersteunen. Dus dat moeten we doen, ook hier in Vlaanderen. De ruimte creëren om te ondernemen. Waarom moet het zo lang duren alvoor een bedrijfsleider zijn bedrijf kan opstarten? Dat kan beter, dat kan korter. Met respect uiteraard voor mens en milieu, dat spreekt voor zich. Maar ik denk dat wat ruimtelijke vergunning en de planning betreft, dat er ook nog heel wat werk aan de winkel is. En tenslotte, ook sport. Hè. Sport is heel belangrijk. Niet alleen omdat sport plezant is, omdat het gezond is. Maar ook omdat het attitude kweekt, zoals we dat zo vaak zeggen. Het leert samenwerken, het leert de regel respecteren. Het leert dat hard werken meestal ook loont. Dat we zorg dragen voor degene die pech heeft onderweg en dat we die terug bijbrengen. Vandaar is sport maatschappelijk zo belangrijk. Maar het is niet alleen economisch belangrijk, maar we hebben ook zoveel talent. En ik denk dat het tijd is dat we een echte minister van sport krijgen. Niet alleen een bevoegdheid die zomaar ergens bijgenomen wordt, maar iemand die met hart en ziel werkt voor het beleid rond sport. Daar hebben we nood aan. Voldoende infrastructuur. We denken maar aan de fietspaden. En koppel daaraan maar onmiddellijk mobiliteit. Het enige wat gewerkt heeft is investeren in fietsvergoedingen. En dat heeft gemaakt dat we mensen stilletjes aan de keuze maken voor de fiets. Dus ik zou echt wel pleiten om wat sport betreft volgende legislatuur in ieder geval een trap bij te geven. Wat kan er anders en beter in de politiek? Ja, wat kan er anders en beter? Ik denk dat heel veel mensen met veel ambitie, goesting en ook wel ervaring vanuit ieder vanuit eigen terrein in de politiek stappen. Maar dan is het zaak om die problemen op te lossen. En wat kan anders? Ja, soms moeten we partijpolitieke strategie achterwege laten om te zorgen dat we kunnen samenwerken en de oplossingen realiseren, voor elkaar brengen wat welke mensen van ons verwachten. Dus meer samenwerken, niet onmiddellijk de media zoeken, maar eerst realiseren en dan, goede wijn hoeft geen krans, dan wordt het wel duidelijk voor de mensen wie wat gerealiseerd heeft. Welk voorwerp heeft u meegebracht? Ik heb een wielertruitje meegenomen. Ja. Een wielertruitje. Een wielertruitje dat roze is en dat ontwikkeld is samen met Pink Ribbon. Ja.
die dag in dag uit in de weer zijn ter ondersteuning van patiënten met borstkanker. En met dit truitje hebben we zichtbaar willen maken dat sport inderdaad gezond is, preventief. Maar ook, dat ook wanneer je getroffen wordt door een ernstige ziekte, zoals borstkanker, dat het dan belangrijk is om te blijven sporten. Want dan verloopt het genezingsproces veel beter en sneller. En voorkom je ook herval van de ziekte. En dat hebben we willen duidelijk maken met dit truitje. We kennen het blauwe truitje van de Nationale Wielerfederatie. Ditmaal was het roze, precies omwille van die aandacht die we hebben willen vestigen. De aandacht die we hebben willen vragen voor borstkankerpreventie. En uiteraard een wielertruitje, hè. Dat is het voorwerp ook. Een wielertruitje, omdat ik toch wel sport in de genen heb. Ik ben de dochter van een wielrenner. Hè. Mijn papa, en dan zie je de nationale driekleur, was Belgisch kampioen in 1955, wereldkampioen in 1954. En sport en wielrennen is bij ons thuis altijd aanwezig geweest. En vandaar ook de keuze voor dit voorwerp. Het moet niet alle dagen en altijd politiek zijn. Er zijn ook andere dingen in het leven en familie, vrienden, vrije tijdsbesteding is daar ongetwijfeld één van.